kunt op veel manieren een screencast of een schermopname maken. Bijvoorbeeld met My Media Site of met Screencast-O-Matic. De handigste methode vind ik gewoon met PowerPoint. Nou, hoe doe je dat dan? Ik heb hier een PowerPoint gestart. En ik heb een lege dia. En als ik op Insert klik, dan zie ik aan de rechterkant het icoontje van Screen Recording. Nou, als ik daarop klik, dan verschijnt er een opnamepaneeltje. En het eerste wat ik kan doen is het gebied selecteren wat ik wil opnemen. Ik sleep van linksboven helemaal naar rechtsonder. Nou, dan kan ik vervolgens de opname starten. Hij is nu aan het aftellen en ik ben nu aan het opnemen. Nou, dan zou ik dus bijvoorbeeld een PowerPoint kunnen starten waar ik een kennisclipje van wil maken. En nou, ik heb hier een voorbeeldje in Holland 2020 en ik start nu de slideshow en ik zie hier mijn eerste dia. Nou, oké. Okay. Ik ga naar de volgende dia en ik heb nog een dia en de laatste dia zien we hier. En als ik met mijn muis nu omhoog ga, dan komt het opnamepaneeltje terug. En als ik op stop klik, dan krijg ik dus een filmpje wat ik heb opgenomen op die eerste dia. Dat zien we hier. Het filmpje kan ik ook afspelen. Het filmpje kun je bewaren door met de rechtermuisknop te klikken en dan komt er een paneeltje uit en dan kan je zeggen Save Media As. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik de video eerst trimmen. Ik wil de voor- en de achterkant eraf knippen. Ik wil namelijk alleen de kennisclip overhouden. Dus ik spoel nu naar het begin waar ik de video wil starten. Hier ben ik hem aan het openen. Zometeen komt het eerste beeld. Ja, hier wil ik starten. En ik kan het end kan ik er ook afknippen. Nou, die opnameknoppen hoef ik ook niet. Dus ik trim dit stuk. En ik zeg oké. Okay. Nou, de laatste stap is dus inderdaad om de video te bewaren. Ik bewaar hem in mijn videofolder en ik noem hem schermopname kennisclip. In een volgende schermopname zal ik laten zien hoe je deze video nu kunt delen via stream en uiteindelijk kunt plaatsen in je Moodle leeromgeving.